Nou, we zijn hier op het nieuwe OK-complex. We gaan hier eigenlijk alle patiënten die in Hengelo geopereerd worden, worden op dit nieuwe complex opgenomen. Dan een groot deel van de patiënten die in dagbehandeling geopereerd gaat worden, die zal ook via dit complex weer direct naar huis gaan. Dus die wordt niet opgenomen op een verpleegafdeling. En dat is dus echt bedoeld voor mensen die kort in het ziekenhuis hoeven te zijn, die kleine operaties ondergaan en daardoor snel weer naar huis toe kunnen. Het proces wat de patiënt doorloopt, ze melden zich hier bij de intake. Vervolgens worden de patiënten klaargemaakt op een eenpersoonskamer. Vanuit daar word je naar de OK gebracht waar de operatie plaatsvindt. Na deze OK ga je terug naar de recovery. Wanneer je daar fit genoeg bent, mag je terug naar de lounge. En het ontslag zal plaatsvinden na 3 uur dat je op de lounge bent geweest. Deze afdeling die kenmerkt zich met name door de privacy en de gastvrijheid die wij de patiënten kunnen bieden. Kort verblijf, korte wachttijden en een snelle doorstroming van patiënten. Waar het om gaat is dat mensen die in dagbehandeling geopereerd worden, dus kleine operaties ondergaan en daarna snel weer naar huis zouden kunnen, dat je anesthesie daarop aanpast. En dat je dus maximaal inzet op goede pijnstilling met prikken en met middelen die goede pijnstilling geven, maar geen morfine-achtige middelen. Want die geven veel bijwerkingen, daarom proberen we dat zoveel mogelijk te beperken. En dat daardoor mensen in een zo goed mogelijk conditie daarna weer naar huis kunnen. We hebben een tijdje geleden nagedacht over beide locaties en daarvoor gekozen om in locatie Hengelo de OK's te gaan doen waar mensen heel kortstondig verblijven. En hoe we dat zo goed mogelijk konden gaan faciliteren en inrichten. Deze omgeving die er nu is, is een heel patiëntvriendelijke omgeving. Je komt hier binnen, je hebt weinig handelingen en je gaat ook zo snel mogelijk weer naar de OK toe. En als het goed is kun je ook heel snel weer terugkomen en ook weer heel snel naar huis. Daarmee is het voor de patiënt straks heel prettig, want ja, je moet naar het ziekenhuis, maar je wil daar denk ik zo kort mogelijk blijven. En dat doen we hier en ik vind dat het echt fantastisch mooi geworden is. En ik denk dat de patiënten hier in Twente ongelooflijk blij mee zijn. We hebben natuurlijk locatie Almelo, waar alle COVID-patiënten behandeld worden. En daar wil je natuurlijk, dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk ontlasten. En daarom is het mooi dat we een locatie als Hengelo hebben. En dat we daar zoveel mogelijk de reguliere, korte, planbare zorg kunnen doen. Zodat die patiënten op een goede en veilige manier behandeld kunnen worden. En zodat er ruimte is, ook in Almelo, om de COVID-patiënten te behandelen.